Ding bevestigen. Even aan jouw harnas bevestigen. Vanavond op 5, een man ligt vastgeprikt aan een roltrap. Wij wisten niet hoe ver die pinnen zeg maar, in zijn rug zaten. Een auto is op zijn kop in de sloot beland. Er kwam gelijk een kinderstoeltje tegen, dus dan schrik je toch wel even. En een grote loodsbrand dreigt onbeheersbaar te worden. Als je denkt dat het hier veilig is, zeg dan gaan we naar buiten. Je ziet het vanavond om 8:30 in Als de Brandweer. Echt, bij RTL 5. Op de alarmcentrale in Rotterdam krijgt centralist Dies een melding binnen over een glazenwasser in nood. En er is een raamwasser bij ons op de 6e verdieping. En ik denk dat een van de kabels van het bakje is gebroken en hij hangt aan één kabel. Maar we kunnen hem niet naar binnen vissen omdat de raam niet open kan gaan. Direct wordt de dichtstbijzijnde kazerne Baan gealarmeerd. Inzet 0631, hulpverlening personen. Hij is niet gewond, hè? Zo te zien niet. Hij is alleen maar een beetje zenuwachtig. Dan zou ik ook zenuwachtig zijn. Omdat de glazenwasser tussen de 5e en de 6e verdieping hangt, zet de alarmcentrale ook meteen een hoogwerker in. Is het aan de straatkant? Nee, dat is aan de binnenplaat. Dus we kunnen met de hoogwerker er niet bij komen? Van de achterkant kan je wel met een hoogkraan binnen. Normaliter tussen de 9e en de 10e etage kunnen we met de autoladder bijkomen. Dan moet de autoladder wel gelijk stijf tegen het pand kunnen worden gepositioneerd. En als dat niet zo is, dan zit je toch rond de 7e etage. Het gaat om een bedrijf dichtbij het Centraal Station van Rotterdam. Niet ver van de kazerne. We gaan aan de achterkant ruimte maken. Het mogelijk dat je er niet bij kan komen. Die man die hoort ons aankomen in de vette. En dan denk ik dat die secondes wat wij erover doen voor hem misschien nog wel minuten duren in zijn beleving. Op de locatie aangekomen staat een getuige de brandweer al op te wachten. Van binnenuit proberen bedrijfsmedewerkers een raam te forceren om de man te redden. Helaas zonder resultaat. Als wij ter plaatse komen, zag ik al heel snel dat die meneer zich echt stevig vasthield. Ja, die meneer die is natuurlijk een aantal meters schuin komen te hangen. Dus je kan je voorstellen dat die man onze komst met smart afwacht. Een ladderwagen van kazerne Bosland is inmiddels ook onderweg. Brandweerman Erik gaat snel mee naar binnen. Nou, we werden keurig opgevangen. Iemand van het bedrijf liep met ons mee en die heeft ons geloodst tot aan de plek de zon af. We hoorden een klap en toen begon hij tegen de ramen te klonken. En toen zagen wij dat dit een bankje schuift aan. Ja, de hele installatie is natuurlijk instabiel geworden door de klap die gemaakt heeft. Terwijl de ladderwagen in gereedheid wordt gebracht, kijkt brandweerman Erik vanuit het pand hoe hij de glazenwasser het beste kan helpen. Nou, hij zat gezekerd aan zijn eigen valbeveiliging aan het bakje. Dus het uitvallen kan hij in principe niet alleen als het hele bakje naar beneden valt. En dan valt hij natuurlijk mee. Brandweerman Erik neemt veiligheidsmaatregelen, zodat de man niet verder in de problemen komt zolang de ladderwagen nog niet boven bij hem is. Kan je die aan jouw ding bevestigen? Even aan jouw harnas bevestigen. Want mocht jij gaan, dan hebben we jou in ieder geval vast. Zo min mogelijk is hij bewogen, zeg maar, want hij denkt van als ik ga bewegen dan, dan val ik misschien helemaal naar beneden of dan breekt de andere kabel ook. Die heeft hij vastgemaakt aan zijn harnas. En dat zijn kabel die aan het bakje zat weer losgemaakt. Dat mocht het bakje naar beneden vallen, dat wij meneer in ieder geval aan de kabel hadden hangen. Ja, dat is beter, hè? Ja. Als die bak gaat, dan heb jij in ieder geval... Bak ermee. Ja. En toen was het eigenlijk gewoon even wachten. En die meneer hebben ze boven gerustgesteld. Al kan ik me voorstellen dat het voor die meneer heel lang geduurd heeft voordat wij uiteindelijk met die ladder bij hem waren. De ladderwagen is geïnstalleerd. Brandweermannen Wesley en Chris gaan ook naar boven om de glazenwasser uit zijn benarde positie te bevrijden. Ja, snap ik. Ik ga maar één raam met andere raam en ik leg ineens op mijn nek. Maar ja. De ladderwagen wordt eerst vanaf de grond bediend. Wanneer ze het slachtoffer bijna hebben bereikt, nemen Wesley en Chris de bediening vanuit de korf over. Hij is voor jou. Die mag even ook met die man overstappen, dat hij wel goed in de kool stapt. Ja, ik heb hij al ontkoppeld in de bak. Ja, het komt goed door, Harold. Hij zit al vastgezekerd aan de lijn van Erik. Gaan we doen?
Nou, u gaat overstappen in dit bakje. Je hebt al ontkoppeld. Hij zit aan hun lijn vast. Ja. Heb je nog een extra lijn die we hier aan vast kunnen maken en dan overstappen? Ja, ik wel. Nee, zeker nu eerst vast aan het bakje aan, dat voor de overstap. Hij zit vast hier. Oké, dan gaan we rustig aan. Nee, je houdt deze lijn vast zitten nog. We gaan je rustig laten vieren en jij gaat overstappen. Geef die andere hand maar. Dan kan u met die andere hand. Maar rustig aan vieren. Ook stappen. Eerst je ene been maken. Ja. Ja. Dat is één. Ja? Oké, okay, ja. Ja, nog meer lijn hebben. Ja? Die staan hier zo. Ja, wacht even. Meneer, overstap, maak hem maar los. Dat is zo veilig in de autoladder. Begrepen. Dankjewel. Ja. Ik ben blij dat jullie het waren. Zo, nou. Zo, ik loop in mijn rug gehad, zeg ik. Ja, dat geloof ik. Ja, geloof ik. Ik weet niet wat hier met die arm is gebeurd. Het blijkt wel een soort... Dat wil ik niet zeggen, meneer. Een beugel waar hij aan heen, die is afgebroken. Nou, en alles heeft natuurlijk een flinke klap gemaakt. En de hele bakje is natuurlijk afgestemd dat hij aan twee kabels hangt en niet aan één kabel. Zo, welkom terug. Ja, dat komt omdat ik me, weet je wel, door die val. Ja, maar ik ben gelijk ik zat hier aan. Hey jongens, als ik bedankt. Mooie flesje water hebben. Nou, hij was niet echt in paniek, maar je merkte wel dat hij blij was toen hij weer op de grond stond in ieder geval. Bedankt. Blij dat jullie snel kwamen, zeg hij. Ja, dat kan. Zo, als de kabel begreep. Ik mij voorstellen, ja. Dan ga je echt helemaal. Ja. Dat is bizar. Vaak merk je als ze dan veilig zijn dat ze eerst rustig zijn, maar dat dan al een aantal minuten vaak ze echt beseffen wat ze meegemaakt hebben. Het gaat natuurlijk bang. Ja. Het gaat als een flits, gaat het. Ja. Ja, dat is schrikken, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zo is hij ook hard. Ja. Ik denk dat die meneer die dag niet meer gewerkt heeft. Dat de schrik toch te veel was. En ook, ook niet helemaal ondenkbaar natuurlijk. De bevrijde man kan opgelucht een telefoontje met het thuisfront plegen. Dat hij afgezet wordt? Ja, ik ben eruit gegaan door de brandweer. Er staat hier brandweer, politie, alles staat hier. Jullie bedankt voor de hulp. Helemaal goed. En bij het verder oplossen. Helemaal goed. 0631. Ja, overleg gehad met de OVDP. We gaan het gebied.